Zo, ik zit hier met Arno Lommers van drivingdutchman.com. En dat is een autosite, zeg maar. Je doet echt allemaal petrolheads-achtige types. Ja, klopt. Oké, okay. Buitenkant van de Tesla. Prachtige auto. Ja? Binnenkant van de Tesla. Eerste indruk? Eerste indruk, ja, ook hartstikke mooi. Goede afwerking zo te zien. Mooie displays. Mooie displays, ja. iPad in het midden. Dus, nou, laten we kijken voor de petrolheads of dit ook wat is. Ja. Ga je gang. Oké. Okay. Wat is je meest favoriete auto tot nu toe? Op dit moment vind ik de nieuwe BMW 4-serie wel erg mooi. Die moet nog komen, maar er zijn de foto's net voor vrijgegeven. En dat vind ik toch wel een erg mooie auto. En degene waar je nou in gereden hebt, zeg maar? Waar ik in gereden heb, moet ik toch eens nadenken. Ja, een mooie BMW 5 toch ook, ja. Ja, ja, het normale werk, zeg maar. Hey, wat is jouw indruk van Tesla, wat je uit de pers zo opgepikt hebt? Vooruitstrevend. Dat is al het goede woord, denk ik. Ja. Op welk gebied? Nou, vooral met de elektrische aandrijving. Elon Musk is toch wel een voorloper wat dat betreft. En ja, hij is toch wel mooi de eerste die met bruikbare elektrische auto's op de markt komt. De Nissan Leaf vind je niet bruikbaar. Nou ja, ja, jij hebt er 50.000 kilometer mee gereden. En 53. En je kwam overal. Op één keer na dan. Maar goed, je moet toch wel een andere planning erop nahouden. En wat anders ermee omgaan waar je allemaal naartoe gaat. Ik kan niet zo even zeggen van nou, ik ga nu vanuit Zuid-Holland naar Friesland en over 2 uur ben ik er. Dat gaat niet met een Nissan Leaf. Met deze wel, maar met een... Geef me even gas. Hoppa. Ja, als je in één keer het gas intrapt, dan vliegt hij eruit. Michel, als petrolhead nou ook de vroom vroom? Nou, op het moment nog niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Nog niet echt. Je hoort toch wel wat bandengeluid natuurlijk. Dat steeds met de mate de snelheid toeneemt, dat ook toeneemt. Dus je hebt nog wel gewoon de rijbeleving. Maar... Nee, ik heb niet echt het gevoel dat ik wat mis of zo. Nee. Dat valt er eigenlijk reuze mee. Oké, hey, wat vinden de autoblog lezers eigenlijk van elektrische auto's? Hoe zien ze dat? Er zijn ook de meningen heel erg verdeeld. De een die vindt het geweldig en die zou er zo een kopen als die. Dat schappelijkere prijs zou zijn, laten we het daarop houden. Is er nog niet genoeg subsidie op? Dat volgens Ton van Aerts kun je er 170.000 euro mee besparen door een auto van 100 ton te kopen. Maar voor de particulier blijft het toch, die heeft al die subsidies niet, zoals de Kia en de Vaanwiel en noem maar op. Ja. En als je dat niet hebt, dan... En de 0% bijtelling. En de bijtelling, dan mag je toch een ton afrekenen minimaal om in zijn auto te mogen rijden. En dat is... Het is nu een feestje voor ondernemers eigenlijk. Ja, voor de privépersonen is het allemaal nog niet. Nee. Maar goed, ja, het moet ergens beginnen natuurlijk. Dus ja, wie weet wat het over een paar jaar nog... wat er nog gaat komen natuurlijk. Ja. Dus de prijs is natuurlijk één ding. Ja. Dus hij zou moeten halveren in prijs. Ja, dat denk ik wel. Ja, en Opel Ampera kost 50.000 nu. Ja, dan ben je inderdaad op de goede weg. Maar ja, dan zou een Opel Ampera bij wijze van spreken... De helft zijn. En ja, dan zou die 25.000 euro kosten. Dus. Ja. Maar dat zijn we toch met mobiele telefoons ook wel gewend. Dat die gewoon steeds betere dingen gaan doen voor minder geld. Ja, klopt. Dat is met computers natuurlijk ook zo. En met... Ik koop nu ook een printer voor een computer voor een paar tientjes en vroeger moest je daar 100 euro voor. Ik heb een harde schijf